Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Shubi Reisen en Kapsalon De Look. Ja boys, 4-0 overwinning op Goes uit. Mooie uitslag. Terechte uitslag. Ja, nee, ik denk zeker terechte uitslag. Ik denk als we nog iets zuiniger zijn, kan die score nog hoger uitvallen. Maar ik vond hem zeker terecht. Ja, voor het laatste kwartier. Ik dacht, de jongens zitten er doorheen. Als jullie een beetje zuiniger waren geweest met de kansen, dan had het misschien wel meer kunnen zijn. Jawel, ja, maar je raakt zelf ook wat vermoeid en dat zie je dan ook terug. Uiteindelijk scoort hij toch nog eentje met Boy op laatst. Dus dat is voor de uitslag alleen maar mooi. Ja, gewoon een goede overwinning. Jasper, jij stond voor de derde keer achter elkaar in de basis, meen ik. Weer 90 minuten gespeeld. Ja, dat klopt. Ja, hoe ging dat? Ja, ik denk wel prima. De eerste helft hadden we misschien nog iets meer moeite dan de tweede helft. De tweede helft geeft er iets meer grip op. En ik denk dat we dat gewoon wel prima hebben gedaan. Samenspel met Hiel gedaan? Ja, dat liep lekker. Ja, leg eens uit. Ja, we voelden elkaar vandaag wel goed aan. Dus hij weer iets in de bal kwam, ging eroverheen. En andersom was dat ook zo. En dat resulteerde ook in doelpunten. Ja, allebei een assist en allebei een doelpunt. Maar wel met dezelfde spelers. Ja, klopt. Het was mooi. Ja, kijk, je weet met Jasper ook, die is ook veel onderweg. En ik zag bij de 1-0 zag ik hem al gaan en hij schreeuwde zo hard, dus ik moest hem wel geven. Nee, flowkill. Dus maar die geef ik ook. Dus dat was een hartstikke mooi doelpunt, denk ik. En bij de 3-0 is hij niet zelfzuchtig en gunt hij mij het doelpunt. Dus hartstikke mooi. En daarna hebben we nog een keer combinatie, een beetje pech. Maar is leuk. Ja, dat zegt Hielke terecht. Je hebt nog een keer alleen voor de keeper gestaan en je gaf hem opzij. Misschien dat je hem wel zelf moet schieten. Ja, achteraf had ik hem zelf moeten schieten misschien, maar ik denk we zaten zo lekker in, ik combineer hem nog één keer door. Maar ja, dat is allemaal achteraf. Ja, ik vond, hoe vond je Goes? Ja, op zich, ze wouden wel voetballen, zeg maar. Vooral met gewoon positiespel spelen, passen door de linies heen en vanuit daar voetballen. Het was ook wel een dynamische ploeg, maar toch, je zag niet echt dat ze echt hele grote kansen creëerden. Nou, een paar kansen wel gehad, maar die hield onze keeper er goed uit, Melvin. Die tikte hem nog een keer tegen de lat. Ik had bij hun het idee dat de eindpaas ontbrak. Ja, bij hun ontbrak wel de finesse naar voren. Ik denk ook dat wij verdedigend gewoon wederom wel gewoon solide waren. De laatste week sowieso. En weet je, we komen natuurlijk snel op 2-0. Dus dat is, zij geven daarmee ook veel ruimtes weg. En ze namen daardoor ook wat meer risico's. En wat Jasper zegt, het was wel een dynamische ploeg. Maar ik vond ze niet heel dreigend. Ja, als je 2-0 voor staat, dan moeten zij komen. Dus dat kan resulteren in kansen voor jullie. Ja, ik denk dat daar heb je ook teruggezien, denk ik. Ja. Dus al met al een goede overwinning. Lange busreis, maar is toch anders dan verlies? Ja, natuurlijk man. Je hebt gewoon een klote busreis van 3,5 uur, 4 uur. Er zit niemand op te wachten. En dan wil je gewoon één ding en dat is gewoon 3 punten. En dat hebben we als ploeg hartstikke goed gedaan. En dan kunnen we met vertrouwen naar volgende week. En toch kan je zien dat je goed in de derde klasse mee kan voetballen. Hè? Want het is de derde keer op rij dat je ongeslagen bent. Wat vind jij ervan? Ja, gewoon goed. Ik denk dat we gewoon als we op deze manier doorgaan, dat het alleen maar perspectief biedt. Nou, hartstikke goed. Bedankt voor het interview. Graag gedaan. Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Shubi Reisen en Kapsalon De Look.